In Nederland worden nog steeds dagelijks onschuldige mensen etnisch geprofileerd door de politie. Op het moment dat je een haardos hebt zoals ik, of mijn huisje hebt, is de kans groter dat jij wordt aangepakt. Niet omdat ze iets verkeerds hebben gedaan, maar omdat ze bijvoorbeeld een baard dragen, zwart krulletjes haar hebben, noem het maar op. Ook ik ben wel eens onterecht gecontroleerd door de politie. Super frustrerend en irritant natuurlijk. Ook ik ben wel eens onterecht gecontroleerd door de politie. Tegenwoordig is natuurlijk alles transparant en meetbaar. Maar waarom geldt dit niet voor politiecontroles? Control Adelit is met een initiatief gekomen. Kies een kant. Wij gaan een app introduceren waarin burgers zelf met onterechte politiecontroles bij ons kunnen melden. Waarin wij dit soort voorvallen gaan registreren, zodat wij een groter draagvlak hebben om de overheid te kunnen overtuigen dat hier onderzoek naar gedaan moet worden. Ben je voor transparantie? Veiligheid voor alle burgers. Kies een kant. Kies een kant. Kies dan een kant. Kies nogmaals een kant. Check het op social media, hashtag kies een kant. En voor meer informatie ga naar www.controldelete.nl en check ons op Facebook. Dankjewel. Dankjewel.